wat we vandaag gaan doen, is eigenlijk eens een keer een duik nemen in niet het Antwerpen van vandaag, maar hoe het er morgen uit zou kunnen zien. Dat is natuurlijk, je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt gaan beschrijven hoe je het graag zou zien. Echt een wensbeeld gaan we nemen, maar we gaan het ietsje anders aanvliegen. Want dat is nu eenmaal eigen aan de toekomst, dat je een heleboel dingen natuurlijk niet zelf in de hand hebt. We weten niet hoe straks de economie, de wereldeconomie het gaat doen. Dat kan beter worden, dat kan slechter worden, dat kan helemaal anders worden. Stel je bijvoorbeeld voor dat er plotseling maar 4, 5 grote multinationals meer zijn die alles controleren. Dat is een heel ander beeld dan dat je met een heel land vol KMO's een stad tot leven wekt. We gaan het in 2 delen doen vandaag. 2 delen die ook een beetje overeenkomen met ons werk. Een beetje een verkennend, wat meer analytisch deel. Dat betekent dat we eens gaan duiken in dat verhaal. En wat stellen we ons daarbij voor? Want ieder van ons had dat anders lezen. Als wij zeggen een duurzame stad, is dat voor de ene een hele ecologische stad. Voor de andere misschien heeft het meer op de sociale duurzaamheid van het verhaal. Als we het hebben over bij de deeleconomie, heb je ook een totaal ander beeld. Dat is fijn om die beelden eens met elkaar uit te wisselen. En aangezien we met wat artistiek talent om de tafel zitten, zou ik zeggen, laten we ons niet tot woorden alleen beperken en dan misschien ook wat beeld bij schetsen. Dus dat verkennende deel is 1 deel. Het tweede deel gaan we veel meer creatief eens kijken van hoe kunnen we dat toekomstbeeld nu eens tot leven wekken. Dus met andere woorden, hoe kunnen we dat tastbaar maken? En de manier waarop we dat vandaag gaan doen, is eens een keer kijken. Nou, als je nu zo door de stad loopt, en ik weet niet of het een aantal van jullie opgevallen is, als je in de stad loopt, heb je heel veel textuele referenties die ook voor een deel je beleving van je stad maken. Geen gevaarlijke buitenaardse of externe soorten binnenbrengen, behalve als ze een license hebben. Je mag geen vuil water opslaan. Dat elk huisje zijn eigen zonnepaneeltje heeft, dat zijn eigen energiecirculatiesysteem is. Maar dan is dat delen wel belangrijk, want als je onder de grond woont. De economische sectoren die op een bepaalde plek zijn bij elkaar dus geconcentreerd is op een bepaalde plek, maar je hebt juist ook in- en uitstroom van kennis. Als je in- en uitstroom van mensen hebt.